Vandaag hebben wij te gast de Utrechtse singer-songwriter Meike Veenhoven. Ooit won ze het Utrechts Kleinkunstfestival. In 2016 nog kreeg ze de Nederlandse Oeuvreprijs Kleinkunst. En nu zingt ze liedjes die zich in Utrecht afspelen. Licht in de Donkerstraat, Weemoed in Utrecht, zo heet het programma. Markante figuren uit de Utrechtse geschiedenis worden bezongen. Maar ook plekken als de Domtoren, het Luie End en Nijntje komt ook nog langs. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat een mond vol en wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij gaat voor ons zingen, meteen al, maar je wilt het even introduceren. Het lied Licht in de Donkerstraat. Klopt, ja. Dat is eigenlijk het titellied van het programma. En dan gaat het, als je de Donkerstraat kent, om het winkeltje van Ruud Zwaskit. Waar ligt het ook weer, de Donkerstraat? In het centrum? In het centrum, in de buurt van de Buurkerk. Juist. En de laatste jaren heette dat winkeltje anders. Maar het is begonnen als Ruud Zwaskit. En Ruud was een kaarsenmaker. De maker van de befaamde Domkaars. Oh ja. En Hij leeft niet meer. Nee, hij is onlangs overleden. En wat bijzonder was aan Ruud, is dat hij gehandicapt was. En ik kwam daar als kind, kwam ik daar wel eens met mijn moeder. En ik vond het altijd een beetje griezelig. Want hij bewoog een beetje raar en hij praatte vreemd. Maar toen ben ik er later nog geweest. En het was eigenlijk een hele lieve man. Die wilde dat de mensen... Hij wilde eigenlijk licht brengen bij de mensen. In het leven mooi. Van de mensen. En is hij oud geworden? Weet je dat toevallig? Nou, hij is wel veel ouder geworden dan die volgens mij zelf had verwacht. Kijk. Ja. En hij is nog niet zo lang geleden overleden? Volgens mij 2 jaar terug. Nou, en dan moeten we met die gedachte luisteren naar jouw lied. Precies. Zou je willen plaatsnemen achter de piano? Ik neem plaats. Leuk. Meike Veenhoven gaat ook optreden. Al heel binnenkort bij ons in de provincie. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Licht in de Donkerstraat. Ooh.
Prachtig hoor. Licht in de Donkerstraat, gezongen door Maaike Veenhoven. Ze gaat met deze liedjes en andere over Utrecht optreden. Noem nog één keer deze naam van deze man, want dat is wel heel bijzonder. Ruud. Ruud Snellaars. Weet de familie eigenlijk van hem dat je zo'n mooi liedje over hem hebt geschreven? Nee, want het is echt de eerste keer dat ik hem laat horen. Oh jee. Nou, misschien krijgen we nu telefoontjes, maar dan zullen we het laten weten aan jou. Ja, nou. Wat staat er nog meer op stapel? Want je hebt het over de Dom. Straks ga je nog iets laten horen. Een liedje gaat over Nijntje. Klopt. Ben jij door de stad gaan lopen en dacht je van... Jeetje, ik kan me herinneren, je hebt ook in Oudwijk gewoond. Klopt. Daar heb je ook nog iets over geschreven? Ja. Ja, het is eigenlijk zo dat ik al een aantal liedjes had die zich in Utrecht afspeelden. En omdat ik gewoon liedjes maak, ik laat me eigenlijk inspireren door wat ik omheen zie. En dat is in Utrecht, want hier woon ik. Ja. Dus het is soms ook heel dichtbij. Ik woon op de Valkstraat en daar heb je... In de Vogelenbuurt is dat? In de Vogelenbuurt heb je in de zomer dat de bloesem opeens opkomt. Ja. En dat is maar één week en dan is die straat prachtig, helemaal in de bloesem. Nou ja, daar heb ik ook een liedje over. Omdat het maar zo kort duurt. Ja, maar eigenlijk heb je niet af en toe de behoefte dat het een soort nieuw volkslied zou moeten worden. Want als ik bovenop de Dom kom, dat kennen we nu wel. Heb je af en toe niet het idee van, ik moet iets verzinnen dat iedereen dat liedje hoort. En dat iedereen het kan zingen uit volle borst. Ja, dat zou leuk zijn. Ik denk dat mijn liedjes daar misschien iets te ingetogen voor zijn. Maar ik heb wel een liedje over de Dom waarbij wat er een beetje om gaat. Dat de Dom staat natuurlijk al zo lang in Utrecht. En die kijkt neer eigenlijk op het leven van de mensen. Ja. En geeft geen commentaar behalve het klinken van het carillon. Ja, mooi. Dus dat vind ik zo mooi gegeven. Dat ze hij is begonnen met bouwen in 1200. En dat door al die jaren heen zich zoveel heeft afgespeeld daaronder. En alle stemmen die voorbij komen van onder naar boven, wat die allemaal heeft moeten aanhoren. Ja, of ze, is het een hij eigenlijk, de Domtoren? Volgens mij is het een hij. Het is een hij, hè? Ja. Ja, aan de kolos te zien, laten we maar vanuit dat het een man is. Precies. Ja. Jij bent geboren in Harmelen. En toen jij volgens mij een half jaar was, ben je naar Utrecht gekomen. Klopt. Toen ben je naar Rotterdam verhuisd. Daar heb je het conservatorium gedaan. Ja. En waarom niet het conservatorium in Utrecht eigenlijk? Was dat een bewuste keuze? Ja, omdat ik eigenlijk dacht, ik moet er even uit. Ik moet even naar een andere wereld stappen. Ik moet even iets anders meemaken. En dat was ook heel bijzonder. Ik heb daar 10 jaar gewoond. En daar ontmoette ik mijn liefde Sander. En juist. Die heb ik mee teruggenomen naar Utrecht. Twee dochters gekregen in de Precies. tussentijd. Ja. En Sander die zit ook in de muziek. Ja. Vond jij dat Utrecht veranderd was toen jij terugkwam? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Het was gewoon mijn oude vertrouwde stadje. Ja, hè? Ja. Wat vind jij een van de mooiste plekjes in Utrecht? Waar gaat jouw hart van open? Nou, wat ik echt een mooie plek vind is de Weertsluis. Waar Sinterklaas aankomt. Ja, daar zit een café. Dat café Weertzicht heet het, geloof ik. Ja. En daar kom ik graag. Ja, ik vind dat gewoon een hele gezellige, echte Utrechtse plek. Ja, dat is leuk. Ik heb ook nog iets staan. Een jongen op judo in Oudwijk. Oh, klopt. Ja, sommige liedjes zijn echt gewoon letterlijk uit mijn verleden. Van wat er gebeurd is. En dit gaat over een jonge buddy. Waarmee ik op judo zat vroeger. En daar was iets mee. Hij was heel stoer met tatoeages en zo. Maar hij was ook een beetje zacht van binnen. En dat vond ik ook een liedje waard. Mooi. Dus ook kunnen plekken, plaatsen, historische figuren? Die liggen nog op stapel. Die liggen nog op stapel, kijk. Het is eigenlijk een work in progress. Ja, dus, wij hebben eigenlijk een primeur te pakken, als ik precies, het goed begrijp, Mike. Ja, nee, ik heb nog wel een aantal liedjes, ideeën. Die ik nog niet heb uitgewerkt. Nee. Maar bijvoorbeeld Bertken. De vrouw die zich heeft laten inmetselen in de buurkerk. Ooit was dat? Heel lang geleden. Ja. Dat komt nu niet meer zo vaak voor. ik ben nog eigenlijk aan het zoeken. Want er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen. Maar het is vaak de kunst om een goede insteek te vinden. Ja. Van hoe ga je dat onderwerp benaderen? Oké, en dan wil ik toch even naar Nijntje, want dat ga je aan de piano spelen. Dat ga ik nu spelen. Wat heb je daarover te zeggen? Heeft dat te maken met het feit dat Dick Bruna overleed vorig jaar? Ja, zeker. Nijntje is natuurlijk alomtegenwoordig in Utrecht. Hè. Je komt er overal tegen. En het is natuurlijk wereldberoemd konijn en ze komt uit Utrecht. Ja. En het bijzondere van dit liedje is dat ik schrijf soms best een beetje weemoedige liedjes. En deze is veel opgewekter. Oké. Maar het grappige was, ik liet het liedje horen aan mijn oudste dochter. Ja, Linde. Linde, van 11. En die zei van, ja, maar mama,
je hebt eigenlijk weer een zielig liedje gemaakt. Want uiteindelijk gaat het ook over dat Nijntje moet huilen omdat haar maker heen ging. En waar, nog eventjes voordat je het gaat spelen, waar komt die weemoedigheid in jou vandaan? Is dat te verklaren? Dat is denk ik mijn inborst. En ik vind dat zelf, is dat voor mij iets fijns. Weemoedig zijn. Ja. Het hoeft ook niet negatief te zijn. Of dat je altijd in de put zit. Nee, ik vind het juist. Je voelt dat je leeft in de aanschijn van de dood, zeg maar. Ja. De dood is natuurlijk iets wat ons allemaal boven het hoofd hangt. Ja. Maar nu nog niet. Ja. Nijntje, zou je hem willen vertolken? Is dat ook de eerste keer dat we hem kunnen horen ergens? Ja, klopt. Nou, daar gaan we er extra goed voor zitten. Mijke Veenhoven en een lied over Nijntje. Nijntje kleurt groen, Nijntje kleurt rood. Nijntje staat stil, Nijntje die loopt. Nijntje op een gebouw, Nijntje in de natuur. Nijntje gluurt om de hoek, Nijntje daar op de muur. Nijntje op de foto met toeristen op het plein. Naar rechts, ook al loopt ze naar links. Altijd kijkt ze je aan met hetzelfde gezicht. Je kan niet zien of ze lacht, je kan niet zien of ze pruilt. Maar soms heeft ze een traan, dan kan je zien dat ze huilt. Dan kan je zien dat ze huilt. Nijntje op school, Nijntje is ziek. Nijntje viert feest, Nijntje gaat op de fiets. Nijntje speelt op een fluit, Nijntje gaat op de slee. Nijntje gaat erop uit, Nijntje gaat naar de zee. Nijntje in het Engels, Duits, het Spaans en in het Frans. Nijntje in het Zweeds, Latijn, Chinees en het Japans. Ook al loopt ze naar rechts, ook al loopt ze naar links. Altijd kijkt ze je aan met hetzelfde gezicht. Je kan niet zien of ze lacht, je kan niet zien of ze pruilt. Maar nu heeft ze een traan, want haar maker ging heen. En nu is ze alleen. Nu kan je zien dat ze huilt. 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 Mijke Veenhoven was dat nou. Mijke, ik vond het niet zo verdrietig hoor. Het was toch nog al met al een heel, heel vrolijk liedje. Laten we eens gaan kijken. Want jij gaat optreden bij ons in de buurt aanstaande zondag om 3:00 tijdens Cultureel Montfort. Is dat ook in Montfort? Dat is in Montfort in Zalencentrum Sint-Jozef. Ja. En dan speel ik met Remco de Landmeter. Dat is een supergoeie fluitist. Ja, wat leuk. Die met alle handen fluiten mij bijstaat. Ga je ook deze liedjes dus vertolken? Zeker. Oké. Okay. Ja. 19 januari in de Biep in Utrecht. Klopt. Op de derde verdieping heb je de muziekbibliotheek. En die organiseert gratis concerten. En dat is van 3 tot 4:30. Oké. Okay. En dan laten we er nog eentje noemen. 11 maart, Gluren bij de Buren in Utrecht. Klopt. Leuk festival. Hartstikke leuk. Ja, dat is gewoon bij mij thuis. Bij jou thuis? Ja. Dus je kan het opzoeken in de folder. Krijgen we koffie? Ja, je krijgt zeker koffie. Nou, dan komen we hoor. En je gaat nog veel meer optreden. Nog een keertje in Utrecht op 30 maart, 1 april in Utrecht. Kortom, gewoon eventjes kijken op jouw site. Wil je hem noemen? Mijn site www.mijkeveenhoven.nl. En Mijke schrijf je met EI. Ik vond het ontzettend leuk je hier aan tafel te hebben. Ik vond het leuk om hier te zijn. En succes met al je mooie liedjes, Mijke. Dankjewel. Dankjewel.